Freek Heerkens, omschrijf je gevoelens eens. Ja, dat is onbeschrijfelijk. Ik bedoel, toen we Dordrecht uitschakeld hadden en een voorsprong hadden tegen VVV gemaakt. Toen dacht iedereen dat we het wel even zouden doen. En met de 3-0 thuisoverwinning ook. Ik vond vandaag echt een barre partij, maar ik heb er maling aan. We zijn aan de Eredivisie en dit is mooi voor iedereen die Go Ahead een warm hart toedraagt, denk ik. Wordt verschrikkelijk spannend nog vandaag. Ja, inderdaad. En maar lange ballen en maar... Ja, wat ik al zeg, het was een partij om niet aan te zien, maar de spanning was veel en of de spanning was groot. En nu is tijd voor een feestje. Ja?